Utrecht maakt zich niet populair bij de oude burgemeester van de Domstad, minister Opstelten. De stad trekt mede de kar voor een manifest om wiet te reguleren. En eerder wilde Utrecht al een wietclub waarbij leden legaal wiet mogen kweken. En dat was ook tegen de zin van Opstelten. De voorzitter van die Utrechtse wietclub denkt dan ook niet dat Opstelten door het manifest overstag gaat. De kans dat in deze kabinetsperiode iets gebeurt, is heel klein. Dus ja, of het kabinet moet vallen, of we zullen moeten zorgen dat het over 2 jaar kant en klaar ligt en dat het volgende kabinet het kan inkoppen. De voordelen van het manifest zijn volgens de ondertekenaars dat het drugscriminaliteit tegengaat. Je hebt meer zicht over hoe het geteeld wordt. Want cannabis is natuurlijk een natuurproduct. Het is gewoon een plant. En hoe dat wordt geteeld, gebruikt men pesticiden, gaat het heel snel gedoogd worden, zodat er schimmels in komen. Wat is de hoogte van het THC? Door als gemeente zelf te telen, wordt ook precies duidelijk welke stoffen er in de wiet zitten. En dat komt de gezondheid van de blowers ten goede. En ook het aantal branden wordt teruggedrongen, want 1 op de 4 branden in binnensteden is gerelateerd aan hennepteelt. De Utrechtse wietclub is dan ook enthousiast, maar had nog meer wensen. Ik mis duidelijk, hoe gaat het met de diversiteit? Blijven er genoeg soortjes in omloop met verschillende effecten? Ik mis de 4 planten die uit het strafrecht moeten, zodat iedereen toch in zijn eigen tuin zijn wietje kan kweken. Zonder dat als straks de straffen omhoog gaan, iedereen met een paar planten in zijn tuin een zware crimineel is. Nog genoeg om over te praten dus. Zodra het manifest vandaag is ondertekend, gaat het naar de minister van Justitie, de staatssecretaris van Volksgezondheid en de Tweede Kamer.